Elke week gaan meer dan 800 leerlingen op zoek naar de identiteit van de Masked Teachers. In de gangen doen dan ook de wildste theorieën de ronde. De ene al wat gekker dan de andere. Deze week was het voornamelijk de hand van de eenhoorn die stof deed opwaaien. Maar er waren ook een aantal leerlingen aan het zoeken in de broncode van het stemformulier. Tevergeefs, want daar kon je het antwoord niet vinden. We moeten voor de tips even terugkijken naar de kennismaking die jullie maandag te zien kregen. De eenhoorn krijg je onmiddellijk te zien samen met de naam van de school. Ze heet jullie als het ware welkom in haar school. In de volgende scène zagen jullie de eenhoorn in een technieklokaal. Hier was de locatie minder belangrijk dan wat de eenhoorn doet. De eenhoorn maakt in deze scène houtkrullen. Een verwijzing naar het kapsel van de directeur. Ook in de derde scène maakt de locatie je niet veel wijzer. Het natuurwetenschappenlokaal is enkel gekozen omdat er ook een mevrouw Helaars op deze school rondloopt die natuur geeft. Belangrijker zijn de namen die de eenhoorn schrijft naast het hart. Dat zijn namelijk alleen maar namen van personeelsleden, leerlingen en haar eigen kinderen, Joren, Aline en Laure. Als je die identiteit dan nog niet wist, dan gaven we je de naam letterlijk weg in de laatste scène. Mogelijkheden genoeg dus om de eenhoorn te ontmaskeren.